Beetje fan van Mexico geworden vanavond? Ja, was mooi. Was mooi en, ik heb net al aangegeven dat misschien ook een Suriname dag volgende keer. Was er enthousiast over? Nee, ze vonden het leuk. We vonden het ook leuk voor de jongens. Veel Mexicaanse jongens natuurlijk in de geschiedenis van PSV. Dus een mooie dag voor de jongens natuurlijk. En we hebben het goed gedaan. Ja, inderdaad, want het voetbal 6-0 winnen van Excelsior. Ja, het was een makkie eigenlijk, hè? Nou, makkie wil ik niet noemen. Nee, zeker niet. We hebben ervoor gestreden. We hebben de dingen gedaan die we moeten doen. En daardoor win je met ruime cijfers. Het ziet er zo makkelijk uit. Misschien moet ik het zo omschrijven. Ja, dat kan. Maar ik denk dat we dat goed hebben gedaan vandaag. Dan, we konden wel meer scoren, denk ik. Veel kansen gehad. Maar met 6-0 gewonnen, dus daar mogen we ook wel tevreden voor zijn. Er waren ook mensen vorige week naar de nederlaag tegen Feyenoord een beetje van ja, je hebt PSV laat punten liggen, hoe nu verder? Nou ja, het duwtje van de trainer, het herstel is prima. Jullie laten eigenlijk zien dat het een incident was. Kijk, we hebben 14 gespeeld, 13 gewonnen. Dat we Feyenoord uitverliezen, dat is natuurlijk sowieso een lastige uitwedstrijd. Als je kijkt naar hoe we de eerste helft hebben gevoetbald, natuurlijk was het niet goed. Daar hebben we lering uitgetrokken en we gaan gewoon verder waar we mee begonnen waren. Dus het is nu aan ons om rustig te blijven en dat hebben we goed gedaan. En dan komende dinsdag naar Milaan. Wat verwacht je ervan? Ja, ik verwacht sowieso een zware wedstrijd natuurlijk, omdat zij moeten winnen om door te gaan in de Champions League. Dus, waarom niet? voor ons is het wordt een lastige wedstrijd, maar we gaan uit van onze eigen krachten. En het is voor ons ook weer een mooi meetmoment en we gaan volle bak gas geven. Hoe graag wil je nog iets behalen in de Champions League? Tuurlijk, je bent uitgeschakeld, maar als je eerlijk bent, jullie hebben best goed gespeeld in de Champions League. Zeker niet weggespeeld in al die wedstrijden. Dan wil je denk ik heel graag een keer een resultaat boeken. Ja, dat is natuurlijk wel een dingetje wat leeft binnen de groep natuurlijk. Omdat we veel wedstrijden gewoon goed hebben gevoetbald. Ik denk Tottenham thuis na hebben we elke wedstrijd goed gevoetbald. En daar wil je toch wel even een overwinning natuurlijk. En dat leeft natuurlijk wel binnen de ploeg. En daar gaan we dan zeker voor om het Champions League seizoen toch dan in deze zware pool goed af te sluiten. Het is meer dan een leuk tripje naar Milaan, als ik jou goed beluister. Ja, zeker. We gaan geen vakantie vieren natuurlijk. We hebben een zware pot voor de boeg. En daar moeten we gewoon voor focussen. En we willen daar winnen. Want één punt, dat is natuurlijk te weinig.